7C. Nee? Maar dat Cyrillisch, dat trekt nog een beetje dus bij me. Ze zijn overgeschakeld op Latijnse letters in 91. Maar de treintickets zijn dan nog in het Cyrillisch. Dus, ze zitten nog een beetje met hun hoofd in de Sovjet-Unie. Dat is pas 30 jaar geleden, joh. Извините, вы не подскажете. Это первый путь. Да, вот это первый. Это, да? Отсюда поезд в Самарканд. А, вон, вот это, да? Fascinerend om naar die gezichten ook te kijken. Ja. Ik zie het een beetje Aziatische invloeden, Russisch. Smeltkroes. Ja, echt. Denk jij dat er een kans is dat wij... Xi Jinping. En Vladimir Poetin. Dat we die echt gaan zien. Denk je dat er een kans is? Ja, er is een kans. Ja? Ja, maar ik denk dat het... Dat... We moeten wel ons best doen. Hallo. How are you? Is this the train to Samarkand? Yes. Yeah? Yes. All right. What's my seat? Seat number. It's just left. All right. Dit is de trein van Tashkent naar Samarkand. We gaan op reis door Centraal-Azië. En waar kunnen we nou beter beginnen dan in het belangrijkste knooppunt van de historische zijderoute? Ik heb 5 jaar in Rusland gewoond en Centraal-Azië ken ik een beetje. De meeste landen waren onderdeel van de Sovjet-Unie. Maar natuurlijk wordt er nog steeds veel Russisch gesproken. Ik ben een geboren reiziger en ik heb er altijd van gedroomd om de magische oude zijderoute te volgen. Jarenlang werkte ik hier vlakbij, in China. En ik zag daar hoe belangrijk Centraal-Azië is geworden voor de plannen van China's nieuwe zijderoute. De Oezbeekse stad Samarkand is het startpunt van onze reis. In het westen gaat het volledig langs ons heen, maar hier vindt misschien wel de grootste politieke top van het jaar plaats. Die van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie. Een top waarbij geen enkele westerse leider aanwezig is, maar bijna heel Azië is er. Poetin en Xi Jinping komen en ook de leiders van Iran, Turkije, India en Pakistan. We hebben er maanden op moeten wachten, maar het is gelukt. We zijn door de ballotage heen gekomen en mogen als journalist bij de top aanwezig zijn. En dat is best bijzonder, want er zijn geen andere journalisten uit het Westen. En dat terwijl de leiders die komen meer dan de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Wat het programma van die top is, horen we pas bij aankomst. De stad is hermetisch afgesloten. De bewoners van Samarkand mogen hun huis niet meer uit. Alles om iedereen op afstand te houden van de hoge gasten. Stoka militia dus. Вообще. This 19th president is this. Mhm. Ну нормально. Достаточно. Немного. Er is bijna niemand op straat. Het is een spookstad. Ja. Wat een rare sfeer. Ja, hier in Pakistan kan het niet zijn. Dus schijnt informeel iets wat we zeggen hier. Structured bilateral in de leaders. Weet je, ik vond het best wel spannend om hier naartoe te gaan. Maar je ziet helemaal niks van die top. Nee. De presidenten zijn net aangekomen en ze stoppen zelfs aan de achterkant van het congrescentrum. Maar ik vind het ook wel heel symbolisch dat je geen enkele toegang hebt tot de mensen die macht hebben. Sponsors van de onvrijheid eigenlijk, die mannen hierachter. Ja. Nou ja, niet per se allemaal. Dat is natuurlijk ook wat interessant aan het gebied. Het kan nog beide kanten op. Het hoeft niet per se allemaal autoritaire regimes te worden. We moeten allemaal naar de perstent om naar een scherm te kijken. Alsof al die kolonnes om de hoek stonden te wachten. Alleen daar zien we wie eraan komen. 300 meter van ons vandaan. Wie het eerst kan raden. We stellen ze even voor, want wij hadden de namen ook niet direct paraat.
Kasym-Jomart Tokayev van Kazachstan. Sadir Japarov van Kyrgyzstan. Voor Pakistan premier Shehbaz Sharif. Dit is Emom Ali Rahmon, al 30 jaar lang aan de macht in Tajikistan. En natuurlijk de belangrijkste gasten, Xi Jinping en, last but not least, Vladimir Poetin. Hij heeft wel de mooiste auto. De naam van de landen staat ook in Chinees, hè? Bij de naamkaartjes. Maar het is Cyrillisch of Chinees? Maar niet alle landen hebben een Cyrillische taal, toch? Bizar dat je in je eigen land ook alleen maar in het Chinees en in het Russisch wordt opgeschreven. Terwijl we zitten hier in Oezbekistan. Precies. Ik denk dat het echt een interessante tijd is waar we nu in leven en dat het een soort van kantelpunt kan zijn. Ja, deze regio voelt als een soort scharnier. Ook als je kijkt naar het zwaartepunt van de geopolitieke macht. Mm-hmm. Die lijkt toch naar het oosten te verschuiven. En dat moeten we eigenlijk gaan onderzoeken de komende tijd. Zullen we af en toe even bellen met elkaar? Dat lijkt me een goed idee. Hey Jelle. Hey Ruben. Wij rijden nu door het zuiden van Pakistan. Ik ben weer in Almaty. Dit is Centraal-Azië. Hier liep vroeger de oude zijderoute. Maar het voelt nu een beetje als een blinde vlek op de kaart. Hoewel dit gebied juist heel belangrijk is. Voor een atlasgek als ik is Centraal-Azië zo'n beetje de hemel. Er valt hier zoveel te ontdekken. Zoals, hoe maken deze landen zich los van grote broer Rusland? China is juist in opkomst en druk bezig met een nieuwe zijderoute. Welke invloed heeft dat nou op de mensen die er wonen? En vooral, wie zijn die mensen? Het is jaren geleden dat ik in Rusland was, mijn oude liefde, waar ik zoveel heb meegemaakt. De landen van de voormalige Sovjet-Unie hebben nog steeds een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is alles veranderd. Het is niet de eerste keer dat ik in een gammel wagentje in een mijn afdaal. Door de hele voormalige Sovjet-Unie zijn deze mijnen nog te vinden. Zolang er nog kolen vallen te halen, blijven ze open. Al valt de schacht langzaam in elkaar. Zo zie ik Rusland ook altijd voor me. Een oud imperium dat langzaam in elkaar dondert. Met de oorlog als laatste stuiptrekking. Да. А это кислород. Да, кислород, да. Слава Богу. Вот видите, трещина. Я сюда напишу взамен на стойки. Представьте, в 1985 году газ здесь закрылся. Здесь мы только берем отработанную часть. Отработанную часть, да? Угу. Что осталось, это берем. Угу. Охранные слики берем мы. А куда уголь? Уголь уходит в Узбекистан, Казахстан, в Россию уходит. Угу. Из города много работает сейчас в России, да? Или... Нет, нет. Нет? Сейчас в России тоже мало работает. Мало работ. Все сейчас здесь. Они возвращают. Да, возвращаются. Да? Да. Зарплата такая же, как зарплата, в России. Да? Да. Даже получше. А-а-а. У нас лучше, да. Ну, это хорошо. Зарплата. Значит, они где-то 40-50 тысяч получают в месяц. $800. Вот $800 получают. Хорошо, что для будущего Кыргызстана, что да, люди да. возвращаются, Вы, да? Как вам сказать? Частный предприниматель свой этот. Этот кладем свою экономику, да, свои. Сами инвестируем, да, свои для Кыргызстана. Mm.
Terwijl de mannen de kolen uit de grond halen en de toekomst hoopvol aangaan, zie ik vooral oude zooi. Alles ademt een verloren tijdperk. Deze mijnstad was ooit een van de parels van de Sovjet-Unie. En een knooppunt van de kolenhandel. Daar is intussen weinig van over. Hij kijkt naar zijn weidse. Gort. Die leken is lukte. De mannen zeggen dat de jongeren graag in de mijn werken. Maar in het stadje is de aanblik toch wat treurig. En vooral stil. Hier zie ik alleen maar de resten van de glorietijd. Salam alaikum. We работает в шахте. Шахте? Да, да. Да? Сегодня работали? Да. Я водителем работаю. Не шахтер, я водитель. Вот на этом месте. Вы груз. Вот это, да? Да, мой КамАЗ это. И сюда уголь. Да, да. А это ваши дети? Нет, это соседи. Соседи. Да. Понятно. А значит вы водитель? Да, я водитель. Хорошая работа, да? Нормально. Сейчас чинить? Чинить? Да, да, ремонт. Что сломалось? Передок. А, понятно. Проходили. До Таджикистана, да? Пролетар на Таджикистан, да, да, да. Раньше кумир возили, уголь возили, уголь. Ага, ага. Сейчас? Сейчас? Ну, как сейчас? Меньше, не да? Не ходит, дорога уже. Уже закрыта, да? Закрыта. Ага. Дорога уже закрыта, да, да. Alles lijkt kapot. En dit is een tafereel dat ik tijdens mijn rondreis hier in Centraal-Azië veel aantref. Een sloophamer zonder sikkel. Toch hoop ik meer te vinden dan dat. Hoe gaan ze hier om met hun erfenis? Gaan ze een zelfstandige en welvarende toekomst tegemoet? Hoe is het in Kyrgyzstan? Ah, god, hebben ze het schudden net. Ja, heel veel gehobbeld. Het is een hobbelland. Als je de wegen hier ziet, dan heb je ook niet het idee dat het nou echt een soort van sleutelroute is. Vroeger ging daar dus een trein naartoe. Was het een belangrijk knooppunt. Maar toen viel dus die Sovjet-Unie uit elkaar. En zijn ze eigenlijk, al die landen zijn naar binnen gericht. Op zichzelf gericht? Ja, op zichzelf gericht, maar ook een beetje nog aan het ontdekken van... onze grote broer, zoals we nog steeds sommige Rusland noemen, is weggevallen. Wie komt daarvoor in de plaats? Waar zit jij nu? Ja, wij rijden nu door Pakistan. Pakistan, oké. Dat zijn allemaal jaks. Die kunnen wat beter tegen de hoogte dan ik. Ongerept en berenkoud hier. Bijna op 5000 meter. De Kunjarapas hier is de hoogste grensovergang ter wereld. Aan de achterkant ligt China en hier beneden ligt Pakistan. En dit gebied... Hier hebben ook altijd de oude zijderoutes doorheen gelopen. En deze weg wordt ook wel de Friendship Highway genoemd. Die is door de Chinezen aangelegd. Dat is een economische levensader voor Pakistan. Het voelt een beetje gek. Jarenlang stond ik aan de andere kant van de grens.
Het immense China is voor mij altijd een onuitputtelijke bron van verhalen en belevenissen geweest. Vaak mooi en opwindend, soms tragisch of liefdevol. Het leek grenzeloos. Maar het lijkt wel of China te klein is voor zichzelf en een niet te stille honger naar meer invloed heeft. 1, 2, 3. And this one. Are you also going to draw some money from the highest ATM of the world? I think the ATM will always be out of service. Is it out of service? Yeah. Why is that? Because due to the signal problems. It's quite a difference, though, you think, the gate that China has and the Pakistani gate. Definitely, that is more beautiful. This structure will take a lot of resources to build. Might have they have some policy to have good resources and good structure over there. Or they just want to have a show the grandeur of the. After they are the second largest economy in the world, of course they have the resources to do something like this. What's your feeling about this place, sir? Very fine. Very beautiful? Beautiful. Yeah? China is a friendly country. Yeah? Of course. Why are you smiling? Yes, a friendly country. Friendly country? Yes. Yeah? A lot of barbed wire. Yes. Hello. You're one of the guards here? Yes. Is that one of your colleagues? Yes, yes. Hello. Could I have a look inside where you live? Yeah. Are you sure? Yeah. Okay. Yeah. Oh, wow. Yeah, oh, come on. This is your heating system? Yes, yes. I think it's still a little bit warm. This time... I can feel that. Yes. Oh, can I warm my hands a little bit? Yeah, yeah. Thank you. After 1 month, we go to home for 7 days, then come back again here. Oh, really? Yeah. 7 days going home? To your wife and children? Yeah, our wife and the children are at home. My home is at Gilgit. Oh, really? Yes. So they miss you? Yeah, really. I miss them. Uh-huh. You miss them too? Yes. Yeah. But there's very cool and lack of oxygen, so yeah. They cannot come there. No. Yes. It's too tough. Very, very tough. The Chinese side of the border is very difficult to cross, right? Very difficult to cross. I mean, do they have cameras? And many, many cameras. Yeah? Yeah. This border is under the surveillance of cameras. The whole area? Yeah, this area and also that area. Like infrared cameras? Yes, you can see cameras. Hmm. And they can also see you at night? Yes, night vision cameras. Night vision? Yes. Covering distance is 22 kilometers. 22 kilometers? Yes. Wow. Do you also have night vision cameras here? No. No? No. Yeah. Because it's a very difficult road. Very, very difficult. And dangerous. Many, many places are sliding areas. So this is very difficult to build. Many people died at the building of this road. Chinese people. Chinezen geloven dat niets onmogelijk is. En deze weg, die China al in de 70e jaren bouwde en waar letterlijk bergen voor zijn verzet, is een goed voorbeeld daarvan. Maar dat was in dit onherbergzame terrein natuurlijk een helse opdracht. Veel Chinezen stierven. Ik hoor over een begraafplaats verderop, in het dorp Gilgit, waar deze Chinese wegwerkers hun laatste rustplek hebben gevonden. Ja,
Dit is een bijzondere plek, omdat hier liggen de martelaren begraven die aan de Karakorum Highway hebben gewerkt. There's quite a few graves to clean here, isn't it? Yes, Chanuga is a Chanuga. Yes, Shahrai regime, we bolte, Gagat, we bolte, highway, we bolte, here road, Banata Vakat, Jomare, Unka, yes, Sara Chanuga. Chena Bayunka Kabre. Did they leave this world constructing it? Yes, yes, yes. Yes, road, Banata Vakat, Koi Balasting, Koi accident hoker, Koi Bemar hoker, Yemare. Mare to 200, lekin idhar dafan hai 88. Koi pahad ke niche gaye hain, koi darya mein gaye hain, wo mile laashe 88 hai. Inka izzat bahut hai, qadr hai hamara. Inka izzat hamare sar par hai. Hum inse itna khush hain. Itna ye pauda lagaya humne. You've planted them yourselves? Ye sare sare. Yeah, 1979 mein lagaya hai, 79. You've dedicated your life to taking care of the people who passed away and are buried here. Ye to humne 19 saal umar ke humne idhar kaam kiya hai, lekin hum jab tak marne tak hum idhar kaam karne ke liye hamara shauk hai, hamare bacche bhi idhar kaam karte hain, hum khud bhi karte hain. Inka kaam hum fakr jante hain, fakr samajhte hain. आज बहुत खुश कराया आपने हमें बहुत खुश कराया आपने मौसम भी आपके लिए अच्छा हो गया ना ये अब कोरियन है अब नो आई एम फ्रॉम यूरोप फ्रॉम द नेदरलैंड्स यूरोप ये हम तो नहीं देखा है मजा आ गया ना खुश होकर बेहतर जिंदगी अच्छा गुजरता है रोक ही करके क्या फायदा है That's you. That's Xi Jinping. Yeah, Chenu Nandi, huh? And that's the gold medal. Ji. The five principles of peaceful coexistence, friendship award. China yadgar ke mehnat ke wajah se sadar Xi Jinping sahab ne mujhe gold medal diya hai. Wat een bijzondere man, die zijn hele leven wijdt aan een overleden vriend die hij nooit heeft gekend. Overtuigd van de diepe vriendschappelijke band die beide naties aan zijn gegaan. Ik had Pakistan nooit zo geassocieerd met China. Maar China is natuurlijk een handelsnatie, komt overal en meestal met een gedegen plan. De Chinezen bouwen hier niet alleen wegen, maar ook scholen. En het is voor mij onwerkelijk om een groep jonge Pakistaanse meisjes de Mars van de Vrijwilligers, het volkslied van China, te horen zingen. In bijna foutloos Chinees. Chilai, chilai.
the school name is China Pakistan Government Girls Middle School. So the people asked to donate a land to Chinese, so they will build for the local. So my father was donated this land to Chinese. So this land is yes, your father's? Yes, donated by my father. Wow. And do you think that by promoting education here, it will give the Chinese a better face and people will look at China more positively? Yeah, of course. If someone help you, someone always with you in your bedtime, of course you love him. I think same will be you can say a filler for Chinese and Pakistani friendship. Shall we have a look upstairs? Yes, please. No, thank you. Oh, I see a Chinese proverb here. Yes, maybe the card this one. What does it say? If you are planning for a year, sort rice. If you are planning for the decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. That's Chinese wisdom? Yes, Chinese proverb. Dit is China in een notendop. En veel van die symboliek is ter leiden naar het communisme, waar de Sovjet-Unie ooit op gebouwd was. En zoals de meeste machtsblokken, ze komen en gaan. Soms gaan er eeuwen overheen en soms zijn er snelle veranderingen en stort de hele boel in elkaar. Zo ook hier in het Oezbeekse Yangjiabad. Ooit was dit een voortvarende en succesvolle Sovjetstad. Nu is het een walhalla van vergane glorie. Op zoek naar de mensen van het moderne Oezbekistan blijkt toch al snel dat die in de uithoeken van het land nauwelijks te vinden zijn. Hier toch meer van hetzelfde. Voor mij het zo bekende tafereel, oude Russische dametjes en mensen die zo uit een vreemde geschiedenis lijken te wandelen. Для него не проблема, Ташкент для него это не расстояние. Чисто немецкий голубь, почтовый голубь немецкий. Сейчас у них линка называется, видишь? Красавец. Перо сыпется у них. Сейчас они далеко в небо не летают. Ну, по земле ходят. Скать. Кроме город. Это после войны, это где-то примерно в 50-х годах начал строиться. Еще Сталин живой был. Время Советского Союза город вот такого песка не было. Асфальт был, босиком бегали дети. Зашмартировано все было. Дом каждый был побелен. Один, как теремки. Зелененький, розовенький, оранжевый. Все кустарники пострижены были. И вот, вот так вот. А сейчас немножко, видишь, Союз развалился. Здесь родился. Здесь маму похоронил, папу похоронил, жену похоронил. Они тем более мама, папа с первого дня здесь город поднимали. Лунном сиянии снег серебрится. Вы здесь родились? В этой квартире родился. Именно эту квартиру? В 56-м году, у меня такие родители были, я в них пошел. Я никакой квартиру не менял. А скажите, пожалуйста, вы иногда скучаете по как, Советскому Союзу? Ну, все, я родился в 56-м году. Конечно, я скучаю. Дом культуры работал. Кинотеатр наш работал. Спортзал не закрывался, дом культуры не закрывался. Это все для детей было. Любые кружки были. Все нормально. De verloren generatie noemen ze dit in Rusland. Generatie die opgroeide in de Sovjet-tijd en de aanpassing naar de nieuwe wereld nooit hebben kunnen maken. Zij verlangen naar de tijd van het communisme en die grote Sovjet-Unie die 1/6 van de aarde besloeg. Ook Poetin hoort bij die generatie. Красавец. А
А машина из какого года? 74-го. Вам надо это делать каждый раз, когда вы едете? Нет, я очень редко выезжаю. Если неделю больше стоит, надо немножко подкачать, понятно. Потому что это... Je kunt het je bijna niet voorstellen. In deze uithoek stond de grootste uraniummijn van de Sovjet-Unie. Die uranium was nodig voor de productie van kernwapens. En met het einde van de Koude Oorlog was de mijn niet meer nodig. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, ging de mijn dicht. En de meeste mensen trokken weg. Marat Yenikeev was als directeur van de uraniummijn de machtigste man van de stad. Значит, раньше вы ехали каждый день здесь? Или ваш офис был на другое место? Нет, сейчас я покажу. А вы были директор шахты? Правильно? А, ну сейчас. Все равно вот сейчас мы их подождем. Давайте выйдем. Я тут кое-что покажу вам. Okay. Это было самое крупное месторождение урана Советского Союза на то время. Важное место, значит. Да, это было очень важное место, потому что сразу после войны, когда атомный проект в Советском Союзе начался, не было вообще в Советском Союзе не было сырьевой базы. Они искали уран из-за ядерного оружия или, ну, или для энергии? Мы поставляли природный уран, так называемый. А там дальше его как делили, это уже неизвестно. Не наше дело было. А это был закрытый город, да? Да, первое время это был закрытый город. Иностранцы сюда не могли попасть. А советские люди, ну, в гости, кто это самое, то это по допуску. Ага. Есть. Okay. Есть. В Советском Союзе мы все вот, относились к Министерству среднего машиностроения СССР. Министерство было в Москве. В республиках таких министерств не было. То есть это напрямую, прямо в Москву. Один момент Советский Союз, другой момент неожиданно Узбекистан. И вот в один день, мы же в Узбекистане, какая Москва? Где Москва? Кто для нас Москва? А здесь никого нет вообще. Кто этими вопросами не владел, ничего. Это вот, ну вот представляете, это целая отрасль. Скизофрения, да? Это ну как? Кошмар. Это, да, кошмар. Да, 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 да. А то так и замерзнем ведь. Холодно здесь. Да. Я думаю, в Западе мы часто забываем, что когда распался Советский Союз, это для многих было как катастрофа. Да? Мы думаем, все радовались, что «А, ура!» Это была не катастрофа. Это было гораздо хуже катастрофы. Хуже, чем катастрофа. Хуже, чем катастрофа. Хуже. И это не только для Янгиабада. Это было для всего Советского Союза. Сейчас слушаешь вот этих всяких политологов там, про Горбачева, про Ельцина. То вот этот не понимал, а тот был не готов. Я думаю, что нет. Сначала я думал, что они оба идиоты. Потом я перестал так думать, потому что идиот так плохо сделать не сможет. Die man was helemaal kapot ervan. Het was gewoon echt, ik zag het ook aan hem, het was een soort van trauma dat hij weer moest oprakelen. En dat verklaart ook voor een deel in ieder geval de steun die Poetin nu krijgt. Omdat Poetin natuurlijk ook dat verlangen heeft naar die oude Sovjet-Unie en het herstel van de glorie van die Sovjet-Unie.
ja, er is natuurlijk een vacuüm ontstaan. Zwaar wat je zegt. Er is iets uiteengevallen. En er is niks voor je in de plaats gekomen. En ik denk dat de Chinezen daar nu handig gebruik van maken. Het is nu zo ruim 30 jaar geleden, hè, dat de Sovjet-Unie hier verdween en deze nieuwe staten zich vestigden. Maakt Rusland zich nou druk om dat hun invloed tanende is en dat China hier opkomt? Ja, ik denk het wel. De vraag is wel wat de Russen verder daartegen kunnen doen. Want ze hebben het druk genoeg op andere fronten op dit moment. Maar Poetin heeft natuurlijk steeds minder bondgenoten. Ja, hij weet Rusland, maar dat stelt economisch natuurlijk niks voor. En China moet hij te vriend houden, anders is hij die gewoon geweest. Want dan heeft hij geen enkele vriend meer. Sinds de oorlog in Oekraïne is ook dit deel van de wereld anders naar Poetin gaan kijken. Voorheen was Rusland een belangrijke bondgenoot, maar nu lijken de rollen zich om te draaien en zoekt Poetin steun bij andere landen. Ja, dat is wat we in Samarkand ook hebben gezien. Weet je nog dat we naar de aankomst van Poetin en Xi zaten te kijken, dat Poetin toen toch heel anders werd onthaald dan Xi? Ja, Poetin kwam gewoon aan, zoals dat gaat bij een top. Prima ontvangst. Maar bij Xi werd toch echt alles uit de kast getrokken? De rode loper, ontvangst door de Oezbeekse president, volksdansen. Het leek wel een rockster. Ik denk dat het voor China helemaal niet zo erg zou zijn als Rusland verzwakt wordt. En als Rusland afhankelijk wordt van China. Want hoe zwakker Rusland wordt, hoe meer ruimte er ontstaat in Centraal-Azië, waar wij nu hier zijn, om dat eigenlijk de achtertuin van China te laten worden. Tajikistan bijvoorbeeld ligt in die achtertuin van China. Ik moet bekennen dat ik erg weinig weet over dit land. Maar ik merk al direct dat hier het oude Sovjetgevoel nog altijd gekoesterd wordt. En zie dat Lenin statig uittorent boven de gewone man. Maar China ruikt haar kans. Nog niet met standbeelden, maar wel met het verstrekken van talloze leningen en grote bouwprojecten. Zo wordt in de hoofdstad Dushanbe zelfs het nieuwe parlementsgebouw neergezet. Ik vind het een symbolisch beeld. De zetel van de macht, neergezet door China. Mohammed. Ja. 是不是中國在這個國家越來越重要吧?對,重要。Tajikistan is exemplarisch voor de regio. Ingeklemd tussen twee grootmachten. Opgevoed door grote broer Rusland, ook wel de sheriff van Centraal-Azië genoemd. Maar ondertussen staat de nieuwe bankier, China, flink aan de poort te rammelen met een zak geld. Wat heeft de gewone man hier aan? De gebouwen glimmen misschien wel, maar voor veel mensen is dat slechts een façade. Er is te weinig werk. En zij die kunnen, vertrekken naar Rusland. Degenen die achterblijven, moeten vechten voor hun bestaan. I'm a student in the university, and today is my day off and yeah. Go to for work. But it's Sunday. Yes, it's a Sunday. In every day, people looking for working hire. What kind of work? Any work. Sorry. There's also women across the road. Yes. Also yeah. Looking for work. Yes. Shudori.
Gaza, Gaza. میرم هم میگم که چی کاری باشم میرم دراو میرم شالی جام کنی میرم مدقی نیوخی نیو سمو زنکه ما کار مرده کشدن میرم رستور میکنیم سیمین بلوگ میکشیم چی کاری که ده همی دعا میکنیم کاری مردکی بسیار ما کاری مردکی و از بینیو دم میرویم ای کمادنا اوهنویا میفریم اندوا لوی میکنیم لیمون چینی میدیم پختت چینی میدیم So you live without a husband now? Do women like you, do you feel left alone by them? Do you have to fend for yourself? بچم سه ماه بود شکمون پرد و رفت ترمشید مسکو ده اینا ده سو گذشت بعد اومد که ما دیگه قبولش نکردیم خانم دختری حواس داشتم که خیلی نشد میسو یو شوهر دادن ما پیاندر داشتم چرا اونم میدوه؟ بکر De armoede en het verdriet van deze vrouw vertellen me dat de glamour en eensgezindheid die we in Samarkand voorgeschoteld kregen, voor velen een illusie zijn. Gaat een nieuwe zijderoute deze vrouwen helpen? De Chinezen zullen misschien geen standbeeld van Xi Jinping optuigen. Maar of Lenin de machtsstrijd tussen Rusland en China hier zal overleven? Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. De opmars van China is niet te stuiten. Dat zagen wij met eigen ogen in Oezbekistan. Waar Xi in alles liet blijken dat niet Rusland, maar China nu de baas is. Wist je dat Xi Jinping, die wordt in China ook wel Papa Xi genoemd? Oh ja? Xi Dada. En hij wordt ook vaak vergeleken met Winnie de Pooh. Oh, dat snap ik wel, ja. Beetje dezelfde gezichtsuitdrukking. Ja. Rusland raakt zijn macht kwijt en China heeft beide voeten tussen de deur. Maar de landen in Centraal-Azië staan ook op eigen benen, ook al zijn die benen soms wankel. We begonnen onze reis samen in Samarkand. De setting was luxueus en de toekomstverwachtingen van deze regio torenhoog. De dagelijkse realiteit, de zorgen en de dromen van de mensen lijken een heel ander universum. Of het lukt om het nieuwe hart van de wereld te worden, het belangrijkste handelscentrum dat Oost met West verbindt, dat zal nog moeten blijken.